ik wil weten wat er gebeurd is. Dat is belangrijk. De waarheid zonder verpakking. Ik ben hier nu met gemengde gevoelens. Van één kant, ik ga op de kerkhof waar mijn moeder en mijn kleine broer liggen. Zijn daar, ja, die liggen niet, want die zijn van de verbrand in de crematoriums, ja. En van de tweede, ik ga voor mij alleen omdat soms ik vergeet al wat is gebeurd. Soms is dat voor mij een droom. En als ik ben daar, dan herinner ik mij dat is echt gebeurd. En ook, ik denk dat het heel belangrijk is als iemand daar is geweest, haar vertelt dat. Voor mij wordt het een beetje makkelijker nu verder te gaan als ik weet dat die weten wat is daar gebeurd. En die kunnen dat laten vertellen ook voor de toekomstige generaties. Ja. Dames en heren, welkom op de Rusthalle van Krakau. Het is nu 5:05. We zijn nu in Auschwitz, in Polen. Een paar honderd meter van de vernietigingskamp. Heel raar gevoel. Ik slaap hier in een bed, terwijl er 70 jaar geleden honderdduizenden geen geluk hadden en niet in bed sliepen. Ik heb me gewoon gedoucht, terwijl mensen na een douche niet terugkwamen. Nu is alles groen, alles mooi, maar het is maar een verpakking. Wat er echt gebeurd is, was echt de hel. Dus ik wil weten wat er gebeurd is. Dat is belangrijk. De waarheid zonder verpakking. Wij kwamen hier aan, nog 's nachts, donker, en wij wachten in deze wagon tot morgen. Maar u ziet, die zijn een beetje meer open geweest en de deur was ook open, omdat u kan zien dat de wagon kunt u sluiten helemaal en ook een beetje open, hier was zo een keer open en ik ben gezeten naast deze keer. Naast de deur? Naast de deur, ja, ik heb gezien. En wij hebben gezien van hier, als ik ben wakker geworden, de crematoria's die zijn daar, daar en daar. Ik heb gezien schoorstenen en de vuur komt uit. De meeste mensen sliepen nog, ja. En wij hebben gevoeld, wij hebben geroken verbrand vlees. En geschrei van de alle kanten van de kamp. Shema Israël, de Joodse gebed als iemand in gevaar is. En wij wisten niet waar wij zijn. Opeens, de deuren gingen open. En hier stonden gevangene mensen met pyjama-kleding, ja, wat ik heb ervoor nog nooit niet gezien. Een beetje verder Duitse soldaten, een Duitse officier, een Duitse dokter, als ik ben te weten gekomen later. En wij worden rap, die hebben gezegd, wij moeten beneden komen. En jullie zien, dat is niet zo makkelijk. Van hier, van oudere mensen, zo rap beneden te komen. En alle bagage wat wij hebben meegebracht, dat was boven laten. Wij stonden hier. Moeder, drie oudere zusters en mijn kleine broer Emil. En ik zeg nog van mijn moeder, ik heb mijn
tefillin, mijn gebedsriem, want ik was 1 jaar na de bar mitzwe, dan heb ik begonnen de gebedsriem te gebruiken. Ik heb nog boven, ik was heel vroom en dat was heel belangrijk voor mij. En ik was ook een beetje verwend, lui. Ik heb gezegd van mijn moeder dat ik heb boven en die moeder wil naar boven gaan. Ja, maar dat is niet zo makkelijk. En mensen willen heel helpen, maar die gevangenen, die kapo's, die stonden hier, ja, die hebben haar niet gelaten. Nee, die mocht niet boven gaan, alle hier staan. Er hier stond mijn moeder, mijn 3 oudere zusters, en een van de zusters die heeft gehouden die hand van mijn kleine broer. Opeens, als ik sta hier en ik kijk rechts en links, waar zijn wij? En opeens, hij zegt mij, jongen, zo stilletjes, hoe oud ben je? En ik zeg, ik ben 14 jaar oud. Hij zegt, nee, je bent 18 jaar oud. Maar die Duitsers zien niet, want hier staan nog heel veel mensen, ja. En dan zeggen ze dat alle moeten doorgaan in deze richting door deze Duitse officier. Dat was een Duitse arts, dokter König was zijn naam, mooi gekleed met witte handschoenen. En hij laat de mensen doorgaan en hij wijst met zijn vinger voor sommige rechts en sommige links, rechts en links. En dan komt mijn moeder, 3 zusters. 1 zuster houdt de hand van mijn klein broer. En hij vraagt die zuster, deine, of die jongen is van nu, want hij ziet dat kan niet. Zij is 16, 17 jaar oud. En die broer is 11, 11 en half jaar. En dan zegt mijn moeder, nee, die jongen is van mij. Ja? En dan zegt mijn moeder, u en met de zoon op de ene kant en de 3 zusters op de andere kant. Zo staan ze nu en wij weten niet wat verschil is er de ene kant en de andere kant. En dan kom ik en hij vraagt mij, jongen, hoe oud ben je? Wie oud bist u in Duits? En ik zeg, 16 jaar. 16 jaar, 16 jaar oud. Hij zegt, oké, u gaat rechts, met nog ongeveer 200 ouderen als ik. In mijn ouderen een beetje ouder dan ik. En ik zeg nog van mijn zuster, die stond ook daar een beetje verder, want die vrouwen stonden altijd niet samen met de mannen. En hier stonden tussen vele andere mensen, dat was niet zo makkelijk te zien, een en de andere. Honderden mensen. En ik zeg voor mijn zuster, ik ben met de mannen. En mijn zuster zegt voor mijn moeder, want zij stond niet ver van mijn moeder, dat Barry, Dov, mijn naam thuis was Barry, het is also, ook Dov, hij is met de mannen. En de moeder zegt nog voor haar, oh, vanavond zullen wij ons terugzien. En dat was de laatste minuut, de laatste keer dat ik heb mijn moeder en mijn kleinbroer gezien. Oké, ik sta hier en opeens komen nog tezamen de ongeveer de 200 mensen die worden hier of rechts gestuurd. En wij moeten gaan marcheren. Wij hebben in deze deur hier, deze poort, wat jullie zien. En wij gaan binnen en op de rechterkant, daar zijn barakken geweest met de Hongaarse meisjes van 16, 17, 18 jaar. Afgeschoren haar, zo met een nachthemd, zo heeft dat ooit gezien. En die door die elektrische draden, die vragen ons, geeft maar brood. Wij zijn hongerig, jullie hebben dat niet nodig. En geeft ons brood. En wij hebben nog iets eten in die zakken, want jeder heeft nog iets meegenomen.
En dat je willen smijten over de draad, maar de SS die begeleidt ons met geweer, ja, zegt jullie mogen dat niet doen, als iemand doet dat, wij schieten hem dood. Oké, wij doen dat niet en wij gaan langzaam verder tot de einde, ja. Tot de einde, dan wij gaan links en een beetje verder, wij zien dat mensen verbranden lichamen. Ik ben helemaal in een shocktoestand, ik heb nog nooit niet dode mensen gezien. En die mensen verbranden lichamen op open lucht. Maar wij moeten nog verder gaan, er is geen tijd niet te veel na te denken, omdat wij worden gedreven rap, 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 rap. Door die draad, u kunt zien verder, u kunt alles zien wat gebeurt in de andere kampen. Wij hebben ook gezien de transporten die we hier kwamen, wij hebben gezien ook de vrouwenkamp hier. En dan die crematoria's met de gaskamers, die zijn nog bezig dan. Wij komen hier binnen in een van de barakken. Ik wil jullie zien hoe dat ooit zag. Omdat de barak waar is, was, dat bestaat vandaag niet meer. En hier, wij zijn in zo'n barak ongeveer 500 jongeren geslapen. Ja? Hier zien jullie bedden, maar in onze, waar ik ben geweest, dat zijn geen bedden niet. Wij sliepen op de grond en morgens, heel vroeg, ik weet niet hoe laat, die hulpers hebben ons opgewekt. Die marcheerden op hierboven onder deze schoorsteen, ja, deze liggende schoorsteen. En die hebben gezegd, ja, volle luier. Opstaan en de welke is niet rap opgestaan, werd even geslagen en wij moesten buiten gaan. Tussen de twee barakken. En daar was de appel. Men heeft ons geteld, ja. Die hebben ons 2-3 dagelijks hebben ons afgeschoren de haar. Wij mochten geen haar niet hebben. En dan, dat ging ook heel rap. En die heeft ons veel pijn gedaan. En als iemand was niet geschoren, die is bestraft geworden. Die heeft 25 klappen gekregen, ja. Ik was heel bang. Ik moest doen alles wat men heeft gevraagd. Ik was bang van die klappen, ja. Want die meestal die hebben Duits gesproken. En als iemand heeft gezegd, ik versta niet wat u zegt, zegt, oké, breng de vertaler, ja. En dan iemand is gekomen met een stok en heeft hem geslagen. En nu verstaat u. Zeg, ja, ik versta. Wij hebben veel verteld over eten, wat wij hebben thuis gegeten. Omdat in het begin was ik nog niet zo hongerig, maar met de tijd ik ben ook heel hongerig geweest, ja. En dan als iemand is echt hongerig, dan verliest zijn moraal. Jullie waren hier waarschijnlijk een stel met orthodoxe Joden, kinderen. Vroegen jullie niet af waarom? Waarom laat God dit gebeuren? Dan, u begint vragen, maar wij hebben niet veel gevraagd. Maar sommigen hebben iedere dag nog gebeden ook, ja. En later heeft ook iemand zo'n gebedsriem binnengesmokkeld. Wij mochten dat niet houden. Alles wat er gebeurt, je krijgt het lot zoals het is eigenlijk. Wij is, hebben geen macht niet dat te veranderen. En men vraagt niet veel, maar ik weet niet wat de anderen hebben gedaan. Anderen hebben
En daarom vraag ik jou, niet de anderen. Dat is voor mij belangrijk om te weten waarom. Ik denk dat zo is de natuur, zo is dat geloof, zo is God. Dat wat komt, dat moet komen. Het is het geloof echt zoals het moet. Het geloof, omdat je gelooft. Het is, Luister, geloof, je kunt je niet dwingen iets te geloven, ja? Ja, dat is het mooie daarvan, vind ik. Ik heb niet veel filosofeerd, ja. En in zo'n tijd, u filosofeert niet, u probeert te overleven en u zoekt, u moet waakzaam zijn, ja. Dacht je als een jongen dat je het zou overleven? Of? Nee, zoals dat alles ging van begin af, ik heb mij alleen afgevraagd, tot wanneer dat zal zo gaan. Maar ik heb geen toekomst niet gezien. Ik heb geprobeerd over te leven, maar ik heb niet... Ik heb gehoopt, maar ik heb niet geloofd. Wat ik heb hier gezien, als u bent buiten gekomen van die barak en u hebt gezien vermagerde moslimmannen liggen door dood, ja? En u komt de wagentje en neemt mee. Jede dag 1, 2, 3, 4. En dat gebeurt dagelijks, ja. En sommige mensen, enige lopen naar de elektrische draad en die kunnen niet meer volgen. Ik heb een wil gehad over te leven, ja. Maar ik wist niet dat ik zou kunnen dat doen. Waar haal je de kracht dan om eigenlijk te overleven? En is misschien het geloof een deel van de kracht of... Ik geloof ook en de wil verder te leven. U bent jong, vergeet niet, ik ben 14 jaar oud. Ik ben geïnteresseerd geweest altijd, nog in Hongarije, Tsjechoslowakije, in de politiek, wat gebeurt in de wereld. Ja, ik wil verder leven, maar dat is niet altijd afhankelijk van mij. Ja. En denk je dat het kan nog een keer gebeuren? Zeker. Wij zien ook dat gebeurt zulke dingen in Burundi, in Afrika, in Kosovo, in Cambodja. Dat gebeurt niet alleen met Joden, met andere mensen ook. Dat kan nog gebeuren en daarom moeten wij waakzaam zijn. En dat is ook een van de bedoelingen dat wij komen hier, ja. Dat de mensen zullen weten dat men de vrijheid, dat komt niet van zichzelf, ja. Dat moet iets gedaan worden, moet gevochten worden voor dat. Iemand heeft ontvangen en heeft gezegd, jullie zijn niet in een sanatorium, dat is een vernietigingskamp, ja. En waarschijnlijk uw ouders, die zijn met jullie gekomen, die zijn al in... verbrand geworden in een van de 4 gaskamers en de crematoria. Wij staan hier voor een van de gewezene gaskamers en crematoria's, ja. Hier hebben ze gebracht die mensen, die moesten binnenkomen en die hebben gezegd dat die moeten een douche nemen en zijn binnengedreven in een grote zaal. Die moesten de kleding in de eerste zaal uitkleden en die hebben ook gezegd dat die zullen herinneren welke plaats en welke nummer hebben ze die kleding gelaten. Dan binnen gegaan in de grote zaal, waar zijn douches geweest. Maar er zijn geen echte douches geweest, maar die hebben zo uitgezien. En die hebben gezegd, dan moet een douche nemen, dan terugkomen en aankleden en dan gaan verder. Maar als die binnen waren, de deuren zijn dicht, hermetisch gesloten en langzaam van bovenaf, hebben ze het cyclon B binnengegroeid.
En die langzaam, die hebben geen lucht niet gehad. En dat was een schrikkelijke, dat is moeilijk te voorstellen wat is daar binnen gebeurd. Die mensen zijn verstikt. Dat heeft geduurd misschien 15 minuten. Die zijn 4 zulke plaatsen hier in Birkenau. Maar ik weet niet in welke, in een van die crematoriums, mijn moeder en mijn broer zijn binnengebracht. Daarom, ik zal een gebed zeggen op die herinnering van hem. Yizkor Elohim et Nishmas imi Sara bat Yitzchak shalcha l'olamo bavur shani nader tzedaka ad haskarat nishmato bishar ze tehe nafshe tzeruro bitzor ha'chaim עם נשמס אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקיניות שבגן עדן, ונאמר אמן. יזכור אלוהים נשמס אחי יעקב אליהו, בן שמחה בינם, שלח לעולמו. בעבור שאני נדר, בלי נדר צדקה בדם, בעדו, ובשל זה תהיה נפשו צורות בצור החיים, עם שמת אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה ורחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקינות שבגן עדן, ונאמר אמן. Wij zitten nu in de luchthaven van Krakau, op de weg terug naar huis. Wij hebben doorgemaakt heel moeilijke 3 dagen, fysiek en